Hoe lang hebben wij hiervoor, Irene? Maximaal 20 minuten. Oh. Nou, ik heb ook heel kort gericht hoor, jongens. Dus dat komt goed. Ja, ik denk dat ik dan ook maar gewoon in chronologische volgorde mijn werk een beetje afgaan. Dan kunnen jullie misschien een beetje met mij meekijken wat er dan gaandeweg gebeurd is. Dus ik begin dan met mijn debuut. Dat is Om je schouders hangen ten nachten. En ja, ik kies eigenlijk elke keer een beetje op gevoel waarvan ik denk, nou, dit gedicht mag wel weer eens even gehoord. En ik hoorde net, was bij jou met de klank van bijen die zoemen. Dus dan moest ik even denken, oh, dan komt dat even goed uit. Dan haak ik even aan met mijn gedicht De Bijen. Wij waren meisjes. Wij konden alles worden. We droomden van zwarte paarden, van een eigen bureau met laadjes. We hinkelden door kantoren, aten ongewassen druiven. We zagen reeën, het goud viel van hun ruggen en alleen wij konden dat horen. Wij waren alles. We zouden iemand worden. Personen met agenda's en ideeën, met een huisje van koek in ons eigen bos. We stalen kleine dingen die we best konden betalen. De zomers waren lang en we waren laat op straat. Niemand zou ons kelen. Er waren buurvrouwen en bij de bakker kreeg je ongevraagd het warme kapje in je hand. We vingen tussen bekers bijen in springbalsamine. Ze zoemden hoog en daarna laag. Ze waren niet kwaad als we ze lieten gaan. We droomden van zwarte paarden in een wei vol paarse klavers. Wij konden alles worden. Ik zei net al dat ik heel erg houd van de combinatie van muziek en poëzie. En van sommige van mijn gedichten heeft mijn man, die muzikant is, en met wie ik ook wel optreed, heeft daar dan liedjes van gemaakt. En dan moet ik altijd heel erg maar inhouden, dus niet hier een soort gezang uit te barsten. Ik ga het niet doen hoor, wees niet bang. Maar dat maakt het voorlezen soms voor mij ingewikkeld. Het heet Hij Haar. Zij rook hem in het brood van de bakker, met zijn jonge, veel te bleke vrouw. Zij zag hem in de ogen van iemand die haar naar de tijd zou vragen. Het voelde haast alsof hij altijd in haar was, al was zij ver en verderop. Haast voelde het in haar als was zij hem. En hij het brood, de ogen. Alles om haar was hij. Hij haar, zij hem. Nou, dat was nog het stukje uit de afdeling liefde, zullen we maar zeggen. En er zit een stukje, even kijken, is dat hier? Ja, er zit een stukje waanzin in, dat sla ik over vandaag. Dat is veel te gruwelijk en helemaal niet leuk. Dus die gaan we niet doen op zo'n sombere dag. Maar, nee, jullie hoeven nog niet al te veel opgelucht te zijn, want natuurlijk is wel de afdeling vergankelijkheid en dan, ja, dan lachen we niet meer. Alhoewel, ik vind dat je sommige dingen over de dood ook gewoon niet al te zwaar moet maken, vandaar dit gedicht, Vrouwenmantel. Als ik dood ben, niet nu, later als ik dood ben, dan wil ik zo'n platte granieten zerk. Hak het aardigblad maar uit de keuken en plant vrouwenmantel in de gootsteen op mijn graf. Stevig in de aarde drukken en goed water geven. Stof. Het laken onpersoonlijk krakend om je witte kin, waarin je tanden, niet jouw tanden, en je handen onwaarschijnlijk stil. Je huid, je warme, koele huid. Je houdt je ogen, voor mij altijd jouw ogen, achter ouwelblad verborgen. Zonnestofjes dalen rustig op de gele wafeldeken neer. De brillenglazen waardoor jij niets meer ziet, weerspiegelen het harde licht dat ons omringt. Roerloos lichaam, twijfelend bestaan, groevend leven vloeit weg langs kantelraam. De bloemen staan in veel te hoge vazen, zien geen buitenwereld meer. Wij houden handen, tot ik besef, het is mijn hand nog maar. De jouwe houdt mij niet.
We doen thuis wel eens een spelletje van welk dier ben jij of waar kun je jezelf mee vergelijken of zo. Of niet. Doen jullie dat ook wel eens? Dat je zegt dan... Nee? Nooit? Nice. Moet je doen, dat is echt reuze leuk. Wat voor dier ben ik dan? Zeg dan, dan krijg je te horen, ja, jij bent echt een komodo-varaan. Ik denk, nou fijn, dankjewel. Maar mijn moeder is een eiland in de tijd. Ik zag mijn ouders ouder worden. Ze kregen kwalen, rimpels. Ze klaagden als bejaarden of lagen in een ziekenhuis. Dat waren de vrienden van mijn ouders. Mijn moeder niet. Zij is een eiland waar ik naartoe drijf als de stroming het mij toestaat. Als jij doodgaat, dan vermoord ik je, riep ik met overslaande stem van jeugdigheid. En ik was bereid om het zelf te geloven. Maar nu ik hier sta, aan de rand van je graf, en zand op hout hoor vallen, heb ik spijt. Dat ik in die tijd niet zei, als jij doodgaat, sterf ik zelf. En mama, ik ben bang. Neem me in je armen, kus me, streel mijn haren. Jij bent mijn eiland voor altijd. We lachen harder dan eigenlijk kan. Ik moest bij je gedicht over de moeder die zoveel spulletjes overal op allerlei plaatsen verzamelt denken aan het op één na laatste gedicht uit deze bundel. Er komt je vast wel iets bekend voor. Het is getiteld Er zijn. Er zijn tassen van moeders, vaders. Er zijn gereedschappen, keukenmachines, een bontmantel. Er zijn ordners vol. Er zijn kookboeken, uitgescheurde recepten vol olie of kaneel. Er zijn kostuums en schoenen, paraplu's, jassen. Er lekt iets. Er zijn sieraden, blikjes kattenvoer, van toen Moortje er nog was. Augurken in de koelkast, een aangebroken pak yoghurt, een tuinslang op een haspel, brieven van hem aan haar en andersom. Er zijn fietsen met tassen, daarin het zand van de aardappelen die zij vorige week aten. Het geritsel van een plastic zakje op de bodem. Er zijn bankpassen, telefoons, een knopendoosje nog van oma geweest, tafelkleden, een gieter. Aanzichtkaarten uit musea, binnen- en buitenland. Er zijn pennen, er zijn sporen. Kruimels onder de draaistoel. Een hoopje krevel wacht geduldig onder de kapstok. Er zijn klussen die gedaan moeten worden. Dat was uit mijn eerste bundel. Nou, ik zei net al dat ik met die tweede een heel andere bundel heb willen schrijven. De tere bloemen van het verstand heet het. En zonder meteen dan de hele bundel te gaan zitten uitleggen, is het dus wel handig als je weet dat het gaat over die vrouw die over een brug aan het lopen is. Want ze staat in het begin onderaan. En eigenlijk staat ze steeds weer opnieuw onderaan die brug. Ze komt, lijkt het niet verder, maar toch gebeurt er iets gaandeweg. En niet alleen... is die reis over de brug symbolisch, want dat staat natuurlijk dan voor haar leven eigenlijk. Maar ook in de taal van de vrouw gebeurt iets gaandeweg. Eigenlijk komt het erop neer dat ze haar taal misschien wel kwijtraakt. En dat ga je ook zien als je tot het einde toe uitleest. Dat de teksten ook steeds korter worden. Kortere regels. Ik begin niet aan het begin. Nee, ik had iets bedacht. Kijken of ik dat daar nog mee eens ben zelf. Ja, ik begin bij 8. De gedichten hebben geen titels namelijk. Dus 8 tot en met 23. Een vrouw zat op de grond en sprak. Mijn handen janken omdat ik je sloeg. O spijt, waar blijf je toch? Maar de spijt bleef bij haar vandaan. Sidderde op afstand. Hield haar intussen goed in de gaten. Een man kwam voor haar staan en bewonderde haar handen. Wat zijn je nagels gaaf, zei hij. En de vrouw danste met de schaamte op de brug. Hoe krijg je ze zo glad en glimmend, vroeg de man. Zo rond en rozig in een perfecte ovaal. De vrouw wist niet wat te zeggen, boog het hoofd en prevelde iets. Wat is er, vroeg de man. Ben je bang om dood te gaan? De vrouw keek onrustig om zich heen. Ik wel, zei de man.
en hij sprong van de brug. Een duizelingwekkend verdriet maakte zich meester van de vrouw. De maan wiegde een man in haar armen. De vrouw slikte en dacht, zo gaat dat. Zo gaat dat dus. Dan komt nu de stem van de vrouw daar tegenover. Er waren dagen die langer duurden dan de nachten waarin ik hem kende, waarin hij zich liet kennen. Ongemakkelijkheid deed zich niet voor. We verzonnen ons geluk, gaven het een naam en spraken onze dankbaarheid uit als heidenen die een hostie krijgen. En altijd als ik mijn nagels veilde, was hij in mijn gedachten. De schroeilucht van het veilsel riep het beeld op uit de film over een man met een gebroken rug, die dood wilde, maar dat niet mocht. Hoe feestelijk is het leven, heb het leven lief. Je moet wel zelf de slingers ophangen, schreef hij in zijn afscheidsbrief. Ik sla er eentje over, we gaan naar 10. De verteller dus weer. De brug stond in volle bloei. Een vrouw volgde trouw het spoor van bloemen dat voor haar leek te zijn neergelegd. Hoe lang nog, dacht de vrouw. En de bloesems verwelkten. Bruin slijk versperde haar de doorgang. Vissen leunden met glazige ogen in de luwte. De vrouw schoof ze vastberaden aan de kant. Ik heb niemand nodig, dacht ze. En niemand liep naast haar, gaf haar een arm. Ik kan het zelf wel, zei de vrouw. En niemand liet los. En de vrouw viel hard op de zure grond. Harpspel klonk. De vrouw schaterde. Onkruid vergaat niet. En nogmaals kwam ze ten val. De vrouw sloeg met haar rechterslaap tegen een steen. Bloed vloeide. Roze kleurde de lucht. En de ganzen trokken verder. Een mes van mededogen richtte zich tot de vrouw. Nou, weet je, ik had het niet zo bedacht, maar ik lees dan ook nu daarnaast meteen de stem. Dan houden we er een beetje lijn in. Dus de rechterpagina. Er waren tuinen. Tuinen van ongeduld en ongeloof. Tuinen met geheimen en gefluister van stemmen in de zware zomernacht. En in die tuinen de kleuren van de nacht. Dat je wist van het paars, van het geel, van het lila. En alle kleuren bleken zwart. Zijn handen op mijn wangen. Zijn vingers in mijn mond. Glijdend, strijkend over lippen, ogen, borsten. De zijde zachte viooltjes op mijn gespannen buik. Een navel vol met het paars van viooltjes. Het zwart van de nacht. En de lila kreten uit zijn keel. Zijn rauwe keel. De mijne. Goed, we slaan nu een heel stuk over en ik spring door naar 16. Een dorre zon schroeide de aarde rondom een brug. Fel zwart drukten de schaduwen hun stempel op het zand, waardoor een vrouw zich voortbewoog alsof zij sliep. In de verte zag zij andere bruggen, bleek als geraamte omhoog steken uit het water. Op elk van hen een tere gestalte. Volharding en wilskracht wolkte rondom. Stormvogels ratelden langs zij en bombardeerden de bruggen met olie. Op elke brug doken menselijke figuren ineen, bedekten hun hoofden en oren. Omrecht viel loodrecht naar beneden, hulde de bruggen in zwart licht. Zwart, of wit, of duisternis. De vrouw draaide zich om, zag overal hetzelfde en dacht, ik ben niet alleen. De vrouw. Er was een man, toch? Er was een man. Er waren zijn woorden die klonken als een geruis. En ik was, er was, we waren in het water, ja, samen. Een vrouw, een man, in donker water. Van boven scheen het licht. Ik zag de man zag mij. Het sneeuwde in onze ogen. Nou, hoe dit afloopt, mensen, cliffhanger, mogen jullie zelf verder lezen. Ik ga even kiezen uit een nieuw werk wat ik heb meegenomen. Het leek me wel aardig om jullie daar dan, nu jullie zo kwetsbaar hebben opgesteld op deze middag, om dan ook iets, een voorproefje van te geven. En ik zit even te kijken wat ik dan ga doen.
Even zien hoor. Even een goed setje maken, zoals dat heet. Deze gaan we even af laten vallen. Oef, ja, nu zijn we nieuwsgierig. Het is niet een gedicht voor mezelf. Ja, dan doe ik deze twee. Want ik ben bezig met een nieuwe bundel. En eigenlijk heb ik bedacht dat daarin het contact tussen mensen en ook iets wat ons verbindt. Namelijk dat iedereen gaat een keer. En iedereen een ander dus moet loslaten. Dat ons verbindt. Dus gedichten die gaan over contact, liefde of het gebrek daaraan. En het vertrek van verschillende personen die wisselen elkaar af. Dat is in elk geval de insteek. En ik start met een vertrekgedicht. Elk gedicht is getiteld Het vertrek van. En dan komt er een bepaald persoon. Dus het vertrek van een stuurman, van een moeder, van een vrachtwagenchauffeur. Ga zo maar door. Dit is het vertrek van een grootvader. Als een komeet schoot de prop door zijn hoofd en verlichtte zijn bestaan. Ooit een jonge god liep hij de marathon. Ik moest even aan jou denken. Alle jonge dames joelden toen hij binnenkwam. Nu staakten zijn witte benen ijsstokjes in een instapherenschoen. Aan de muur een Friese staartklok met zijn gewicht in goud. Een zeegezicht met wolken woest als golven. Een kalender die was blijven steken in het afgelopen jaar. Hij had gevochten voor zijn land, voor zijn geld, voor zijn gezin. En zijn grootste wens was om een ruimtevaart te maken. Een wazige blik, een wuivend handgebaar. Ik zag hem botsen als twee zwarte gaten. Een rimpeling in ruimtetijd. Een cosmonaut verliet de aarde. Binnenkort verschijnt het verzameld werk van Menno Wichman. Op 8 oktober wordt dat gepresenteerd in de Melkweg in Amsterdam. Mooi dat het er is, maar de aanleiding is wel droevig nu hij zelf er natuurlijk niet meer is. En ik heb heel veel van hem geleerd als dichter. Ik kan je ook zeker aanraden om je in zijn werk te verdiepen. Want als iemand kan dichten, dan is het Menno Wichman, vind ik. En dit gedicht heb ik in opdracht aan hem geschreven. De dag breekt aan, heet het. Wolken duwen wolken voor zich uit. Stormy weather, hoe gaat dat liedje ook alweer? Geen tijd, blijf liggen waar je ligt. Je hebt je best gedaan, vandaag hoef je niet meer op je tenen. Blijf liggen, het gaat vanzelf. Liefde draagt jouw naam. Je merkt, een ander licht schijnt door de ramen. Je ligt weer in je oude kamer tussen filmposters, aanzichtkaarten. Je vader opent de gordijnen, je schrikt wakker uit een diepe slaap. Maar bent meteen gerustgesteld dat hij het is. Je herkent zijn ochtendbaard. Wolken duwen wolken voor zich uit. De morgen blaast de geur van koffie door de straten. Iemand zingt onder de douche. Liefde spat in grote stralen. Zomaar. De gordijnen blijven dicht. Iemand zal je halen. Roept jouw naam. Daar wou ik eigenlijk mee afsluiten als dat goed is. Iedereen nog even te bedanken. Dus dank jullie wel, dichters. Dank jullie wel, publiek. Dank jullie wel, Chantal en Theo. Check het vooral op de Facebook van Spoken Poetry, wat deze fantastische mensen gemaakt hebben. En dank je wel, Zoe, voor de gastvrijheid. En dank je wel, Jos, voor het fijne organiseren. Geniet nog van je middag. En blijf nog even hangen. En tot de volgende Spoken Poetry. 17 november. Ik ga die nog verdelen. Potatoes and friends, ja.